Hans Kraaij is niet een clown. Hans was als voetballer een hele serieuze prof. En Hans is ook een heel fijn mens. Dat is echt waar. Dat blijkt niet altijd tussen jullie als je dat zo ziet. Nee, maar dat is wel anders. Maar Hans heeft een nadeel. Ik heb wel eens tegen Hans gezegd, Hans, toen we 22 waren, deden we gekke dingen. En dat hoor je bij je leeftijd. Maar hij is nu 50 geworden. En dan doe je nog gekke dingen. En dan moet je professionele hulp vragen. Ja. Ja. Hè? Je moet wel je leeftijd in acht nemen. En dan kan je toch aardig zijn. Ja. Maar het is een ontzettend aardige jongen. Alleen als hij naast me zit te oreren, dan naait hij zichzelf op. En dan wordt hij wat pathetisch en zo. En dan, ja, dan heeft hij geen rem meer. En dan moet je hem af en toe even tot de orde roepen. Het is een klein beetje natrappen. 1 wedstrijd, geen 4. Klaar, dat moet jij zeggen. Ik wil. Ik heb er verstand van. Ja. Maar ik heb er nooit nagetrapt, hoor. Vind ik zonde van de tijd. Je schopt en alles wat bewogen ze nu en dan. Maar. Ja, ik vond het wel eens leuk om iemand te raken. Om iemand even te laten schrikken. Om wakker te schudden. Maar het naschoppen is zonde van de tijd. Met je macho gebrouwen of niet? ik weet niet wat jij wat markeert, hoor. Zeggen, ik zeg helemaal niks bijzonders, hoor. Nee, je slaat onzin uit. Maar volgens mij. Heb jij de laatste weken alleen maar irritatie? Want alles wat ik zeg, of ik nou iets serieus over voetballen zeg, of ik over Toyfone zeg die voor de eerste paal komt, je zit mij altijd aan te kijken alsof je denkt van klootzak, donderstraal op bij deze tafel. Nou, dan moet je het zeggen. Je zit mij aan te kijken alsof ik godverdomme. Mag ik even antwoord geven? Moet je nog even uitrazen? Nee, maar ik laat. Gooi het eruit. Je hebt vrijdag niet gekeken. Ik wou alleen even zeggen dat ik het niet relevant vind dat jij hier nog een keer bralt dat je zoveel schoppen uitgedeeld hebt. Wilfred begint erover. Ja. Ik begin er zo. Ja, nee, maar je hoeft jou maar een voorzet te geven. Hans, ik heb jouw vader. Nee, maar Hans, ik heb jouw vader. Niet over mijn vader beginnen, hè? Ik heb jouw vader. Kijk uit. Als kan je lachen. Nee, maar zo'n man. Wie neemt dat serieus? Nee, maar zo'n man zegt. Ik hoop dat Vitesse 1-0 maakt. Nou, dan zit jij als speler te luisteren en je denkt, nou, het zal wel. Maar wat wil je nou over mijn vader? Waarom haal je niks? Nee, zeg nou even. Ik heb jouw vader ook 2 jaar in de kleedkamer. En zei die van, ik hoop dat Ajax 0-1 maakt. Die riep ook van alles en dat dacht ik ook, ja. Het zal wel. Ja. Het zal wel. Maar hij dacht ook wel eens van, hij kwam ook wel eens thuis van een luie paardenlullers die geen even naar huis zijn. We gaan naar Hans toe. Hans zit al te klokken volgens mij hoe lang hij mag. Dus je mag. Nee, dat was zijn vader. Oh ja, dat was zijn zoon. Ja. Nee, maar dat weet jij niet. Maar jouw vader hield altijd bij als wij wat lang van de stof waren, hoe lang we spraken. En dan zei hij van, een minuut over tijd. Ik sta helemaal achter hem. Hij zei van wie het langste sprak. Maar. Ik heb 5 jaar gekeken, hij zei veel zinnigere dingen dan jij. Hans, dus deze man heeft helemaal gelijk weer. Ja, Hans, wat is je momentje? We hebben ook met heel veel plezier met je vader hier gezeten. Nee, Hans, dan kunnen we van jou niet anders zeggen. Nee. Met jou hebben we het wel heel erg leuk altijd. Moet ik nog een momentje, of niet? Dat was het, Hans. Dat was het. Nee, Hans. Nee, kom nou op, Hans. Mijn tweede vrouw gooide altijd met Boy de Boeren komen. Met worst moest ik altijd bukken als ik weer te laat thuis kwam. Het is echt. Hij is vanavond beter dan Theo Maas en de hele rattenplan. Ja. Een Arno Pijpertje heb ik weer. Weer? Ik heb een Arno Pijpertje. Oh, we zijn allemaal hartstikke benieuwd, hè? Ik heb een Arno Pijpertje. Ja. Kijk. Als we iets niet wilden, was het vroeg achterkomen. Ah. Ja, maar. Het is wel belangrijk, hè? Geen spel tussen de krijgen. Nee. Zou er ooit een trainer geweest zijn? Dat zal hij in Kazachstan opgedaan hebben. Nee. Zal er ooit een trainer geweest zijn die zegt, jongens, het lijkt me heerlijk als we snel met 1-0 achterkomen. Laten we het rustig aan, dan gaan we lekker. Ja, maar je kunt als raad van commissarissen niet zeggen dat de man onzin spreekt. Want ik ruim hem op, hè? Ja, gelukkig wel. Gebruik je dit soort dingen? Bedankt hoor, Hans, voor die bijdrage. Nee, maar dat had het programma echt nodig. Ja. Als jij het niet leuk vindt, dan kom ik de volgende week nog met een Arno Pijpertje. Ja, maar zolang je het zelf leuk Hans, vindt, pijpers, ik vind het nooit leuk, maar je komt iedere week terug. Ja. Ze hebben het natuurlijk tactisch heel slecht gedaan aan die kant, Twente. Want die misschien wil je er beter zo even over gaan praten, Twente. Want sorry dat ik ook wat zeg. Ik heb nog een eerste. Jij kent je rol toch? Het is jullie programma. Als iedereen uitgesproken is en we hebben tijd over. We zitten zeven minuten in de uitzending. Ik doe mijn mond open. Nee, dat kunnen we beter zo meteen zeggen. Ik heb nog één moment. We gaan lekker de hele avond naar jou zitten luisteren. Ik heb nog één moment voor jou. Bij Linde in de kantine ben jij de hoofdpersoon. Ik heb een beetje serieus proberen naar het geheim van Gert-Jan Verbeek, het geheim van Heracles te kijken.
En ik ben er een heel klein beetje achter. Ja, sorry. Jij vindt het leuker om te praten op die provinciale weg waar je niet harder dan 60 mocht en dat je verkering uitgaat, of niet? Vind jij leuker dan over voetbal praten? Ja, ja. Maar jouw tonatie is net of ik midden in een McGrath-film zit. Jij hebt bankgraaf van het geheim van de Heracles. Nee, maar goed, laten we gewoon. Als Johan iets heeft over zijn verkering, over de provinciale weg. En als we over voetbal. Nee, Jola, ga je vertelt al niet meer. Maar wat is dat? Dat vind ik niemand erg. Wat is nou het geheim? Nee, joh, zoek het uit. Zoek het uit, ja. Wat zit jij nou achterlijk te lachen, man, elke keer? Dan mag ik je dadelijk nog kijken. Mag ik je daar nog wel even bellen? Jij vertel ik ook niet meer. Zoek het uit. Hans die praat er wel erg makkelijk over, je moet ze van het veld afglijden, maar je bent kansloos. Je bent volledig kansloos. Nou, kijk, ik zeg dat met een kwinkslag, maar ik... Oh. Kijk, hij is hem helemaal kwijt. Is dat niet El Amari, Hans? Nee, het is bij je. Nee, het is El Amari. Nee, het is Bahia. Dat is El Amari, Hans. Nee, het is 100... Nummer 4 is Bahia, René. Nummer 4. Nee, het is Bahia. Laat nog maar eens zien. Nou, zet het even stil dan. Ja. Zet het even stil dan. Dat is Bahia. Ja. Nee, maar wacht even. Hier staat jouw man. Let op. Jij denkt, Bahia staat naast Vlaar, daar. Nee, dat... Het is El Amari. Dat is Bahia. Want daar loopt Vlaar. Daar loopt Vlaar. Want ik kan je dat... Kijk nou, daar staat hij. Nee, daar staat hij bij Pantelits. Dat is El Amari. Het is El Amari volgens mij. Het is Bahia. Maar wat ik... Maar wat ik wil zeggen... Staat iemand verkeerd. Het is Vlaar. Maar het is Bahia niet. Dus die oude wereld, die geeft hier die crosspaas. En dan ben je hem helemaal kwijt. Ja. Dus als daar... Vlaar loopt hier, en of je nou bij hier bent of El Amadi... Maakt niet uit. Je zal altijd je man moeten blijven zien en de rugdekking geven aan Vlaar. Hij is hem kwijt, hij weet helemaal niet waar hij staat, of hij wel of geen buik... En steekt zijn hand omhoog. Nou begrijp ik waarom Linde met 5-1 verloren heeft. Daar snappen die spelers niks van. Die spelers denken, waar gaat dit over? Het vervelende is altijd, als je met Johan echt over voetbal gaat praten, dan snapt hij het niet meer. Nee, maar ik kan nog wel twee spelers uit elkaar maar halen. Maar jij zit ook weer zo schaapachtig te lachen. Ja, sorry hoor. Nee, maar ik heb heel veel bondscoaches zien trainen en ja, die deelden maar wat hesjes uit. En dat was bezigheidstherapie. Van Gaal die wilde in 2 dagen laten zien dat al die andere koekenbakkers van trainers in heel Europa er niets van konden. Dus die kneep de jongens af. Maar Van Marwijk, die elke minuut gebruikt hij om in zijn systeem te spelen. Om 11 tegen 11 te spelen. Verdedigers met middenvelders. Dus ja, je kan 11 tegen 11 spelen. Ik vind het best Van Marwijk morgen nog wel met jou wil praten. Het wordt lastig, Hans. Hansie, je kan niet al wel boos zijn. Maar wat zit jij nou te lachen? Ja, waarom zit jij nou in hemelsnaam te lachen? Wat lach jij nou? Hier heeft hij wel een punt. Ja. Maar waarom lach jij nou? Nee, maar wat wil je nou zeggen? Ik hoef helemaal niemand te interviewen. Ik wil alleen maar zeggen dat ik ben een van de weinige journalisten die alle trainingen ziet. Ja. Van alle bondscoaches. Dan mag je toch wel zeggen dat er onder andere bondscoaches maar gewoon bij elkaar gekomen werd en dat hier elke minuut gebruikt wordt. Moet je daarom lachen dan? Voor de bij Van Basten ook? Bij alle andere bondscoaches, dus dat is ook handballen Van Basten. Met die jongens. Handballen. Nee, maar moesten ze in Italië komen voor de handballen. En als jij erom wil lachen, lach jij er lekker om. Dan lach ik jou gewoon recht in je gezicht uit. Want hij schreeuwt niet meer tegen mij, maar nou tegen jou. Dan weten we natuurlijk over wie het gaat. Ze hadden een kraai op de dugout neergezet bij Hollandia voor de wedstrijd tegen Linde. Met een pruikje op, inderdaad. En daar zat hij. Hij is uit zijn vak. Hij is uit zijn vak. Ja, hij is hier uit zijn vak. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Dit, En Hans dit is Michiel Romein. Dit is Hans niet, dit is Michiel Romein. Ja. Dit is de wedstrijd tegen Achilles en die gaat verloren, zo te zien. En Hans wordt die man achter het hek gezet. Kan nu niet normaal doen, hij zegt, zo doe ik altijd. Er is een website opgestart, ik weet niet of je het meegekregen hebt. Ja, ik krijg alles mee. HansieHansie.nl.
Ja. Ja, nee. Serieus waar. Er is, kijk, hier is hij. Er zijn mensen die zijn bezig om Hans Krij terug te krijgen op de maandagavond. Die hebben onder andere geschreven... Ja. VI zonder Hans Krij is als een vrouw zonder boezem. Je mist, hou vast. Laat het enige pareltje op de Nederlandse beeldbuis niet geheel ten onder gaan. Dus deze meneer doet er alles aan om... Vastgetekend Hans Krij senior. Ja, ja, ik voel me na het kijken van deze beelden een beetje als Hans Krij junior in de Funniest Home video. Ik begrijp een beetje hoe Hans zich voelt. En we hadden ook dat vermoeden al, dat de vader van Hans uiteindelijk die website had opgericht. Maar het mocht niet baten. Hans is niet meer in ons midden. Het gaat verder goed met Hans, hoor, daar niet van. Maar helaas niet meer bij ons aan tafel.